Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Uw wijnspecialist van stad tot over het wat. Hier in straat helemaal, jongens, hier loop ik vandaag en ik ben zo blij. Een nieuwe serie alweer, aflevering 312 en ik ben blij dat hij aftrapt. Het is de trainer van FC Groningen, Robert Maaskant. De trainer die heeft gezegd, een ontzettend mooie uitspraak van jou, Robert. Jij zei, waar ik trainer ben, gebeurt altijd wat. Ja. Heb jij gezegd? Ja, dat is ook ja, zo. Ja, het is mooi toch? Ja. En wat bedoelde jij daarmee? Het is nooit saai. Ja. Nou ja, wat ik ermee bedoel is dat er altijd wel een beetje reuring in de tent zit. Ja. Er is altijd wel, qua wedstrijden is dat wat voor de goal moet gebeuren en dat er wat spektakel moet zijn en dat je kansen creëert. En tijdens trainingen is het ook altijd fel en dus er zit beleving in een groep. En dat probeer ik een beetje naar boven te krijgen, dus dat is denk ik wel leuk om te doen. Ja, maar die reuring waarover jij spreekt, heeft dat ook niet een beetje te maken met de persoon Robert Maaskant? Een man die een bepaalde uitstraling heeft, voor zijn mening durft uit te komen, de confrontatie niet schuwt met media. En zo zijn er nog wel voorbeelden. Ja, wel, tuurlijk is dat zo. Maar ik moet wel zeggen dat ik in de loop der jaren ben ik wel wat rustiger geworden en wat genuanceerder, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan het wat meer gebruiken. Genuanceerder? Ja. Af en toe ga je nog eens uit de bocht, gaan we het niet over hem, maar dat hoort bij jou. Ja, ja. Nee, maar ik ben wel fel. Ik ben wel, ik zit er bovenop en ik hou van leidinggeven dat het duidelijk is. Ja, punt. Ja, precies. En ja, dat kan ook wel eens emotioneel zijn. Maar dat is wel mooi, want Hans Nijland is ook zo. Ja. Dus wij hebben nu ook eigenlijk afgesproken van, nou, we moeten na de wedstrijd, stel dat het niet goed gaat, moeten we niet te veel bij elkaar in de buurt zijn. Want dan kan het te veel klappen en dat is niet nodig. Nee, maar jij moet ons Henk, dat is wel belangrijk, Henk. Ik praat altijd met Henk, de cameraman. Ja. Maar weet je wat ook heel belangrijk is, Robert? Dat je dat nu even duidelijk maakt. Ik ga daar verder niet op in, hoor. Dat is allemaal geweest en zo wat er toen gebeurd is na de wedstrijd tegen Twente. Maar wist jij dat die camera er stond? Eerlijk zijn. Ja. Ja, hè? Jij wist het, hè? Ja, 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 precies. Ja. Jij wist het wel. Ja. Jij schrok er niet van, je dacht bij jezelf, ik wil dit gewoon kwijt. Ja, het was gericht op ja. Ik wilde duidelijk zijn. Ja, jij wilde duidelijk zijn. En dat het dan zo groot wordt, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het was aan de andere kant, het blijft niet handig van me, want ik moet het gewoon wat netter verwoorden. Precies, streep erdoor. Weet je wat ook heel bijzonder is? Dat moet ik toch even tegen de kijkers zijn van Heerstraat helemaal. Wij nemen dit op na de wedstrijd tegen PSV. Omdat Robert zijn agenda vol was. En omdat ik toch wilde aftrappen met de nieuwe trainer, Robert. Ja. Ik bedoel, het is nu nog zo dat jullie dus zeg maar één punt hebben uit drie wedstrijden. Hè? Ja. Mede onderaan staan. Maar daar ben jij niet door in paniek. Nee, helemaal niet. Helemaal niet, hè? Nee. Mag ik het even verwoorden? Ja, het is namelijk zo, van PSV en van Twente mag je verliezen. Alleen die wedstrijden, zeker in de positie waar de FC in verkeert, zulke wedstrijden tegen Willem II, moet je gewoon winnen. Ja. Nou, zo simpel is het. Ja, eigenlijk had je gewoon nu drie moeten hebben. Drie punten moeten hebben. Ja. En kijk, mag verliezen, dat is niet het goede woord. Dat heb ik ook vanochtend tegen mijn spelers gezegd. Maar dat kan gebeuren. Dat is anders. Wij moeten alle wedstrijden willen winnen, zeker thuis voor het fantastische publiek. Ja. Maar tegen Willem II moeten drie punten zijn. Dan hadden we 3-3 gehad met de twee kampioenskandidaten. Nou, daar is er niks aan de hand. Ja. Maar wat ik wel zie, en dat vind ik veel belangrijker. Kijk, dit gaat pas wat later de uitzending in. Maar ik zie wel dat er wat aan het groeien is bij de groep. En dat is het verschil met vorig jaar. Ik heb ook al met jongens gesproken. Die gasten die voelen zich groter worden. Ja, hè? Uiteindelijk is dat belangrijk. Ja. Dus dat zie ik gebeuren in een groep. Ik zie die jongens naar elkaar toe komen, die zie ik sterker worden. Nou, dat vind ik belangrijk. En dan is het resultaat is heel belangrijk, maar niet heilig. Dat nee. is ook het proces waar we in zitten. Nou, maar kijk, dat is natuurlijk ook zo lullig, want wij weten natuurlijk eigenlijk niet wat er deze week gebeurt. Dus daar kunnen wij het niet over hebben. Nee. Maar jij hebt zelf ook gezegd van, ik heb een hele jonge ploeg. Ik heb gewoon ervaring nodig. Minimaal twee spelers.
Ja. Want als ik die twee spelers erbij heb, dan komt dat het elftal ten goede. En dan kan ik met FC Groningen eigenlijk naar die plek toe die ik in mijn kop heb. Ja. Moet ik het zo zien? Nou, kijken hoe het in elkaar zit is heel simpel. Hans en Henk Veldmaat. Dat zijn Nijlanden, ja. Dat zijn de belangrijke mensen binnen de club. Ja. En met de staf praten we over dit soort situaties. Wat vroeger zo geweest is bij Groningen, is dat er talentvolle spelers kwamen in een kerel vol kerels. In een elftal vol kerels. Wat nu zo is, is dat we een elftal vol jongens hebben, met hele enorme talentvolle spelers. Maar dat moeten we nu aanvullen met kerels. Ja. En daarom vraag ik om die ervaring, dat ik uiteindelijk wil dat die jongens zich daaraan op kunnen trekken. Maar dat kan niet altijd. Dat heeft met centen te maken. Dat heeft te maken met van, ja, waar kan je op dat moment, wat kan je krijgen en maakt het ons ook beter. Dus nou, daar praten we iedere dag over met de staf, met Hans en met Henk. En we hopen dat we voor het sluiten van die transfer deadline, dat weten jullie dan allemaal al. Ja, mooi hè. Dan, dat we die twee jongens die wij graag willen hebben, dat we die aan kunnen voegen. Dus ja, ik hou mijn telefoon in de gaten steeds. Ik beloof dat we dit eenmalig doen, want je weet nog wat er gebeurt. Voor hetzelfde geld heeft hij volgende week 1 punt uit 4 en dan zegt de directie van, meneer Maaskant, de mazzel. Hey, weet je wat ik ook heel bijzonder vind? Ik zit daar dan en ik denk, dat wil ik hem vragen, net als over die camera. Hè? Ik zit op die perstribune, ik kijk 2 keer naar FC Groningen dit seizoen en ik zie vooral tegen Willem II, zie ik jou onophoudelijk, en nou komt het, in debat, in discussie met de vierde man. Ja. Leg dat nou, want toen was jij ook tegen PSV wat minder, maar tegen Willem II. En waarom dan? Wat is nou de functie van zo'n vierde man? Ja, die vierde man die staat in contact met de scheidsrechter. Ja, precies. Wij hebben een jonge ploeg. Dat houdt dus in dat in mijn elftal wordt er bijna niet gesproken met de scheidsrechter. Nee. Gisteren tegen PSV zie je Van Bommel, je ziet Strootman. Ongelooflijk, hè? Je ziet continu met die scheidsrechter bezig. Ja. Nou, dan gaan de kleine dingetjes, die vallen dan de verkeerde kant op voor ons. Maar op het moment dat ik dat doe en ik vind het nodig in die wedstrijd om die scheidsrechter even te waarschuwen. Hallo. Dan doe ik dat via de vierde man, want die kan daarmee praten. Ja. En dames, jullie zijn op tv. Ja. Helemaal in paniek. Dus dat is het eigenlijk, Robert. Jij probeert dus via die vierde man. Ja, je probeert altijd een klein beetje. Lukt dat wel eens? Ja. Echt? Ja, natuurlijk lukt dat nog wel eens. Ja, hè? Scheidsrechters zijn toch ook wel beïnvloedbaar. Ik vind dat wij geen slechte scheidsrechters hebben nodig. Ja. Maar die zijn ook wel gevoelig voor argumenten. Ja. Als er een keer wat gebeurt dat je zegt van ja jongens, hou nou eens op. En maak eens wat duidelijker. Nou, dat helpt wel eens. Dat schiet wel eens naar jouw kant toe. Hey, die samenwerking met FC Groningen is natuurlijk, je bent afhankelijk van je spelers, je bent afhankelijk van heel veel factoren. Maar jij hebt toch gezegd, ik teken voorlopig voor 1 jaar. Hè? Ja. Ben jij dan een trainer die niet echt werkt op de lange termijn? Ja, dat is wisselend. Ik ben bij NAC uiteindelijk weggegaan, maar daar had ik een 5 jaar contract getekend uiteindelijk. Ja, toen ben ik naar Wiesla gegaan. Ja. Ja. Dus het kan wel. Maar Groningen en ik hebben allebei afgesproken van, nou, met de ellende die geweest is afgelopen jaar, kiezen we voor een 1-jarige periode. Het houdt iedereen op zijn tenen. Ja. Het houdt iedereen scherp. En ik vind ook wel dat je in het hedendaagse voetbal mag je dat soort keuzes ook gewoon maken. Maar als jij nou zeg maar, Henk, dit is het laatste hoor. Maar stel nou dat jij, Robert, geen resultaten hebt. Ja. Dan ben je weg. Ja. Toch? Ja. Of niet? Ja, nou, het zal niet alleen maar bij mij liggen. Maar daar komt het wel op neer. Ja. Ja. Als men algemeen ontevreden is over mijn werkwijze, dan houdt het op. Dan ga je uit elkaar. Aan de andere kant is het ook andersom. Hè. Hebben we topresultaten, dan heb ik ook de keuze om iets anders te gaan doen. Hey, Robert Maaskant was toch een geweldige man om af te trappen. Ik heb het direct gezegd. Ik ben positief over. Ik denk dat Robert Maaskant de ploeg op de rails krijgt. En jij moet kiezen in de camera, vriend. Jij moet in de camera kijken en jij kiest uit 2 bondscoaches. Van Marwijk of Van Gaal. Ja, ja. Dat is lekker. Ja, en altijd de keuze is altijd dwingend. Van Gaal of Van Marwijk. Robert Maaskant, jongens, voor over televisie. Van Marwijk, want die heeft het al bewezen. Ja, die kan op, Robert. Heel veel succes, Robert Maaskant, jongen. De nieuwe coach van FC Groningen.